Hey beste mensen, welkom bij weer een nieuwe video op Marcus Vlogs. Ja, yeah. En ik ben hier samen met de enige echte Rick. Hallo mensen. Hoe gaat het met u vandaag, Rick? Ja, prima Marcus, en met u? En trouwens, zeg maar jij tegen mij hoor. Ja, tegen mij hoef je ook geen u te zeggen, dus dat scheelt dan weer hè? Toch was wel eens netjes. Ja, wel, je bent wel netjes opgevoed door u te zeggen. Marcus Vlogs. Marcus Vlogs. Marcus Vlogs. Marcus Vlogs. Maar we gaan even, daar gaan we het nou even over hebben, dames en heren. Over elkaar toetrailleren en wat we daarvan vinden. Nou, vertel jij maar eens eerst. Wat vind je van het gebruik van het woord u? En in welke situaties vind je het wel gepast en in welke situaties misschien niet? Bijvoorbeeld tegen oudere mensen, tegen je leerkracht of zo. Vind ik wel niet zeggen u te zeggen, tegen je opa, tegen je oma, tegen je tante, weet ik het. Vind ik wel netjes. Ja, maar dus tegen vrienden, ja. Nee, dat is gewoon een noddon. Niet tegen vrienden? Nee. Nee, oké. Maar stel je voor dat er dan mensen zijn die zeggen, ja, je hoeft geen u te zeggen, dan blijf je dan alsnog u zeggen of juist niet? Ik denk uit automatisme dat ik wel u blijf zeggen. Toch wel? Toch wel. Mm-mm. Ja, en dat snap ik wel, want je kan, stel je voor, je bent op je werk hè, en één persoon zegt, ik heb liever dat je geen u zegt. Mm-hmm. En dat moet je ook maar onthouden, want als je met heel veel mensen omgaat, dan weet je ook niet meer tegen wie je u kan of moet zeggen. Toch? Klopt. En wat vind je er eigenlijk van? Ja, wat ik ervan vind, ik vind het in principe ook wel beleefd om u te zeggen, vooral tegen ouderen inderdaad. En ook wel tegen, vooral als je inderdaad met ouderen werkt bijvoorbeeld. Ik heb een tijdje vrijwilligerswerk gedaan met ouderen, dus dan zei ik ook altijd u tegen oudere mensen. Hè, dat hoort zo, dat is gewoon beleefd. En sowieso in werkverband denk ik ook wel, in privésferen. Sowieso met vrienden onderling, dan doe ik het zelf ook nooit natuurlijk. Nee. Maar ik zeg het ook wel gewoon wel eens tegen oudere mensen, gewoon die ik misschien wel ken. Maar als ik mensen goed ken, dan weet ik ook vaak wel dat ik geen u hoef te zeggen. Ja. En vind ik vaak ook niet dat mensen hoeven tegen mij ook geen u te zeggen. En dat vind ik ook niet van tieners, jongeren. Dat komt omdat ik, ik denk daar wat anders over, wat vrijer in. Ik vind het wel grappig als mensen dan u tegen mij zeggen, maar ik zeg wel dat het hoeft niet. Want, ik vind... Wat zeg je? Anders voel je zich een oude zak. Voel ik me zo'n oude lul inderdaad, ja. Maar ik vind het ook helemaal gewoon niet nodig, weet je wel. Want op die manier creëer je ook een beetje een afstand wanneer je mensen u tegen je laat zeggen. Zo zie ik het ook. Ja, en je maakt het ook persoonlijker door gewoon je en jij tegen elkaar te zeggen. Mm-hmm. En daarom denk ik dat ik het ook wel fijn vind als mensen gewoon je of jij zeggen tegen mij. Ja. Ja. En ja, verder, daar had ik het laatst nog over. In bepaalde landen, zoals in Engeland, heb je wel sir of ma'am. Maar daar hebben ze niet echt een woord voor u. Ze zeggen ook gewoon you of your, weet je wel. En in België zeggen ze weer bijna altijd u. En ook leeftijdgenoten, jongeren zeggen ook u tegen elkaar. Maar dat is gewoon hetzelfde als jij en je hier. Ja. Dus als je het zo bekijkt, in België, Vlaanderen hebben ze eigenlijk ook niet echt een... U of zo dan, hè? Zoals wij dat dan hebben. Nee. Dus in dat opzicht denk ik dat het ook wel een beetje een soort van gedateerd is. Dat het toch nog wel... Een beetje ouderwets, toch? Oude koek. Oude koek. Ja, denk je niet? Ja. Ja. Maar goed, heb jij verder nog iets interessants te mededelen verder? Over dit onderwerp of gewoon in het algemeen? Ja, een keertje dus op mijn oude stage van vorig jaar... Had ik een belangrijk interview, moest van mijn stage ding, met een belangrijk man van de PNO, dus personeelszaken. Nou, ik kom binnen, ik zeg hallo meneer. Nou, hoe gaat het met u? Nee, Rick, zeg maar jij. En dan zegt hij zijn voornaam. Dan zeg ik ook, nou, is goed Kees. Is goed Kees. is goed Henk. Nou ja, inderdaad. Ach ja, dat is ook zo. Ik zal je vertellen, mijn ervaring meestal is dat mensen bijna altijd zeggen... Ah, je hoeft geen u te zeggen of zeg maar jij of je. Ik heb één keer meegemaakt. En toen was ik zelf 12, denk ik. 12 of 13. En toen kwam ik bij een oudere vrouw over de vloer.
En toen zei ik zo tegen haar van, ik zei gewoon je of zo, of jij. Dat was, ja, misschien voelde ik dat zo, dat ik dacht dat ik dat kon zeggen. En toen was het dus maar één keer meegemaakt. Die vrouw zei toen tegen mij, nou, ik heb liever dat je u tegen me zegt. Oh. Maar toen dacht ik wel meteen van, wat een kuthoer, weet je wel? Dat ze dat moet zeggen. Ja, maar, ja, snap je? Want dan denk ik van, ja, dan vind ik je ook niet meer aardig, weet je wel? Nee, snap ik. Maar ja. Dus oké, maar goed. Nou, dames en heren, beste mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Ik wil jou erg bedanken met het meewerken aan deze video. Yo, Marcus. En Rick heeft ook een eigen YouTube kanaal genaamd The Preek Show, toch? Ja, The Preek Show. The Preek Show. De link van zijn kanaal staat in de beschrijving, dus abonneer ook op zijn kanaal. Wat zeggen we, waar sluiten we af? Abonneer nu. Reageer nu, want dan ben je een paas. Ja! Ga nu abonneren en reageren en abonneren. Vertel het aan je vrienden dat ze moeten abonneren. Abonneren en reageren. Abonneren en reageren. Abonneren en reageren. Abonneer nu, reageer nu, dan ben je een baas. Woehoe!